Beste kijkers, de afgelopen weken stonden onze uitzendingen helemaal in het teken van carnaval. In Hos Vandaag gaan wij nu weer verder met alles wat er in onze gemeente aan de orde komt. Welkom allemaal! Voor wie mij nog niet kent, ik ben Marie Zee, ik werk bij de bibliotheek. Maar heren, maar jullie kennen mij daarvan. En wij zijn vandaag hier in de Gastenbos in Helvoort, de gast, voor de 5e editie van de samenwerking met de bibliotheek De Meierij voor de voorleeswedstrijd van de gemeente Haren. Dus er zijn vandaag 4 kandidaten om voor te lezen. Ik ben Stephanie Smarius, ik woon in Helvoort en daar zit ik ook op school en ik ben 11 jaar. En heb je nog een hobby of iets wat je heel leuk vindt? Volleybal, ballet en voorlezen. Oké, nou dit is Stephanie. Ja! Ik ben Noah Zelmans, ik woon in Helvoort, ik zit in Haren op school op de Klimop. Ik ben 10 jaar en ik zit in groep 8. En mijn hobby's zijn lezen van lezen. Ik ben Esther de Wert. Ik zit in groep 8 en ik ben 12 jaar. Ik woon in Biesemortel en daar zit ik ook op school. En mijn hobby's zijn hockey en voorlezen. Ik ben Janne van Bussel, ik ben 11 jaar, ik woon in S, zit ik ook op school, ik zit in groep 8 en ik hou van korfbal en basketbal. Ik ben Annelieke van der Linden, ik werk sinds 1,5 jaar bij Nieuwsblad Brabant Centrum, waarin S ook is vertegenwoordigd. Dus ja, Marie-José heeft mij daarom gevraagd, omdat ik haar laatst een keer heb geïnterviewd zelf over de Essense Bibliotheek. En een week later kreeg ik een mailtje of ik jurylid wilde zijn. Ik ben Helma van Drunen. Ik werk als communicatiemedewerker bij de gemeente Haren. En Marie-José van de bibliotheek heeft mij gevraagd of ik in de jury wilde zitten van de voorleeswedstrijd. En dat vind ik erg leuk. Ik ben Anke Heesemans. Ik ben een collega van Helma. En ik ben communicatiemedewerker bij de gemeente. Wat ik denk is, ze hebben 5 minuten de tijd. En wat ik belangrijk vind is dat je echt in het verhaal wordt gezogen. Dus dat je echt even voor 5 minuten vergeet dat je in de zaal zit. Dat je alleen gefocust bent op het fragment. Dus dat het echt zo goed wordt gebracht. Dat je echt in spanning zit of humor. Echt het verhaal in wordt gezogen. Een goede voorleeskampioen is iemand die het verhaal zo goed kan vertellen dat je je helemaal in kunt leven in wat er gebeurt. En dat heeft wat mij betreft niet zozeer te maken met of hij goed stemmetjes kan nadoen of andere trucjes gebruikt. Maar het verhaal zo brengt op een rustige, verstaanbare manier dat je er helemaal door geboeid bent. Een goede voorleeskampioen is iemand die het verhaal rustig voor kan lezen, maar niet te rustig, in een goed tempo. En die de zaal stil krijgt. Dus iemand die je helemaal meeneemt in het verhaal, iemand die de luisteraar echt helemaal kan boeien. Dat je het idee hebt dat je echt in het verhaal zit en dat je ziet wat er gebeurt. Ik ga voorlezen uit het boek Geklutse Geheimen met Strafwerk Toe. Het is geschreven door Carrie Slee en het gaat over Jeroen, die weet waar het gestolen geld is. Maar omdat hij niks vertelt, komt hij alleen maar meer in de problemen. Ze hebben het geldkistje van meester Erik getikt met al het geld van het schoolreisje erin. Nou zul je zijn vader horen. Hij weet nu al wat zijn vader gaat zeggen. Ik kan ook niets aan jou overlaten. Je hebt blijkbaar niets geleerd van de vorige keer. Je begrijpt nog steeds niet waar je hersens verdienen. Dan zullen we het anders moeten aanpakken. Misschien moet hij wel een heel werkstuk over hersens maken. Dat kost hem minstens 4 weekenden. Jeroen denkt na. Zijn ouders hoeven het natuurlijk niet te weten. Dan denken ze dat er is ingebroken. Dat is dit jaar al 2 keer gebeurd. Dus dat is niet zo gek. En dan
krijgen ze bovendien het geld van de verzekering terug. Eigenlijk is dat nog veel beter. Niemand hoeft het te weten. Alleen Amber. Hoorde hij nou weer iets? Of kwam het van buiten? Nou, laat die maar snel weggaan, voordat ze weer terugkomen. Ik heb ook een paar keer in de zaal gekeken en heel veel kinderen zaten ademloos te luisteren. Dat is altijd een heel goed teken. En ik voelde de spanning ook in de stem van het verhaal. Dus dat vond ik echt heel erg goed. Ja, goed gedaan. Nee, ik ben het helemaal met Anke eens. Het was heel goed gelezen, heel rustig. Het was heel goed te volgen. Heel duidelijk, weet je het ook. En het was heel spannend. Ik dacht, wat gaat er nu gebeuren? Maar ja, het boek gaat verder, dus ik moet nog niet Esther, 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 Esther! Op Esther! Ja! Ik ga een stukje voorlezen uit het boek Verblind. Het is geschreven door Melroos de Vries en het gaat over 7 vrienden. Max, Nina, Edith, Marlijn, Sjoerd, Maaike en Alexander. Dat zijn Amsterdamse scholieren die in de examenklas zitten. Roos zit 2 klassen lager en is een populair meisje. Ze wordt verliefd op Alexander en wordt bevriend met zijn vrienden. Roos vindt op een dag het levenloze lichaam van Maaike. Maar waarom? Nu ga ik een stukje voorlezen over wat er gebeurt tussen Roos, Sjoerd en Alexander nadat Roos achter de waarheid is gekomen. Sorry Roos, mompelde hij, ik kan niet anders. Mijn leven is voorbij als mijn vader erachter komt. Ik verstijfde. Hij ging me echt neerschieten. Vanaf dat moment leek alles in slow motion te gebeuren. Alexander rief zijn arm, ik deed mijn ogen dicht en er klonk een knal. En toen nog een. Ik wachtte op de pijn in de duisternis. Maar er kwam niks en ik voelde niks. Ik deed mijn ogen weer open en Sjoerd lag bewegeloos op het bed. In zijn borstkas zaten 2 donkere gaatjes. Bloed stroomde over zijn buik, via zijn arm op het dekbed. Iemand gilde. Was ik dat? Alexanders gezicht was vertrokken van wanhoop. En hij bracht het pistool weer omhoog. Nee, gilde ik toen ik begreep wat hij van plan was. Maar het was al te laat. Alexander zette de loop tegen zijn eigen hoofd en haalde de trekker over. Goede inleiding gehad. Ik snapte meteen waar het verhaal over ging toen we midden in het fragment kwamen. Dus nou, dat was heel erg goed. En daarna, de eerste kandidaat had al een spannend stuk. Maar dit was ook ontzettend spannend en het eindigt ook heel erg spannend. En dat komt ook hoe jij het vertelde. Het was een gesprek tussen 3 vrienden en door de verschillende wisselingen in jouw stem was heel snel duidelijk hoe het lag dat de een angstig was en de ander wat... wat koelbloediger zullen we maar zeggen. En nee, dat heb je echt heel goed gedaan. Echt heel goed de spanning overgebracht. Ja, ik vond het heel goed. En je kon je ook goed verstaan. En het was heel spannend. En ja, wat ik zei, ik vond het best heel goed voor af te lezen. Ja, bij mij eigenlijk niet. Ik ben redelijk onbevooroordeeld. Maar wat ik wel leuk vind is als iemand echt... met een rustige stem het verhaal over weet te brengen. Te snel, ja, dan is het moeilijk te volgen. Dus ja, graag een rustige stem, een beetje tempowisselingen. Dus hoe zeg je dat? Dan weer wat spannend. En als iemand anders praat, dat je dan weer een wat hogere stem. Ja, wij mogen niet echt op stemmen letten, maar een beetje wisseling in de stem is natuurlijk wel heel belangrijk. Nee. Nee, dat telt niet mee. Nee, wat dat betreft sta ik er helemaal onbevangen in. En natuurlijk beoordeel je vanuit je eigen referenties, zeg maar. Maar ik heb niet echt een voorkeur, zeker niet. Nee, nee. Absoluut niet. Ik ga voorlezen uit het boek Voor wie jij hoort van Manon Sikkel. Want ze heeft met deze serie al eerder een prijs gewonnen van de kinderjury. Dit is het vervolg van dat boek. Het boek gaat over Isa. Die gaat een week bij haar vriendje Jules logeren. En op het station komt ze dan een zwerfje tegen. Autodropje? Isa fronst haar voorhoofd. Autodropje. Ja. Kijk, ik heb een hele zak gevonden. Hij zit zelfs nog dicht.
Ik denk niet dat de bouwvakkers daarop gespuugd hebben. Hij zet zijn tanden in de verpakking en scheurt het zakje erop open. Geef ze hier, zegt Lize. Ja, en dan ga jij ze allemaal een redel opeten. Daar komt helemaal niets van in. Jules houdt de zak erop achter zijn rug en kijkt haar met samengeknepen ogen aan. Jules, geef hier. Ik wil ze alleen maar zien, zegt Lize. En ze trekt haar zijn arm. Ik weet nog dat we in Zuid-Frankrijk waren en jullie alleen maar één likje van een ijsje wilden. Artoe, Sjultje, één klein mini-likje. En hop, weg was mijn ijsje. Hij doet de stap opzij, klimt op een van de tuinstoelen en houdt de zak autodrop met gestrekte arm boven zijn hoofd. Die autodrop is misschien wel een bewijs, zegt Lize. Vanaf het moment dat ze de zak drop zag, had ze een raar gevoel. Natuurlijk lijken alle zakken autodrop op elkaar. Maar wie gooit er nou een volle zak weg? Ze weet ineens heel zeker dat ze die zak een paar dagen geleden aan de zwerfster heeft gegeven. En als dat zo is, dan is de zwerfster hier vlak voor haar dood geweest. In een houten woonwagen recht tegenover de woning van Marcus Engbert. Als dat geen bewijs is, denkt ze. Jules lacht hard. Ja, het bewijs dat jij niet te vertrouwen bent en alleen maar mijn zak autodrop af wil pakken. Kijk op de achterkant, zegt Lize. Jules laat zijn hand een beetje zakken en kijkt naar de achterkant van het zakje. Ik zie een heleboel plaats voor auto's, zegt hij. Rechts onderaan, zie je daar iets? Ja, daar staat glucose fructose siroop. Daarnaast staat een hartje en Jules en Isa. Jules houdt de verpakking nu heel dicht bij zijn gezicht. Jules en Isa zakken er vlak. Hoe komt dat daar nou? Dat heb ik opgeschreven, zegt Isa. Nou, dat heb je dan zo, dan heb je dan wel heel snel gedaan. Nee, Jackie, dat heb ik niet zojuist gedaan. Ik heb het er thuis opgeschreven met een stift. Ik wilde dat zakje aan jou geven. Jules stapt van de stoel en gaat er achterste voorop zitten. Het zakje drop bungelt in zijn hand. Ik snap er niks van. Hoe komt dat zakje van hier in de prullenbak? Accenten leggen op bepaalde dingen, dus ik vind dat je het erg goed gedaan. Prima. Heel goed. En ik vond het goed te staan. Het was ook grappig met de auto erop. Je hebt het goed voorgelezen. Ja, we zijn met z'n vieren. De kampioen van vorig jaar is aanwezig en ja, ik heb nog twee andere juryleden die ook gevraagd zijn door Marie-José naast me. Dus, De jury bestaat uit vier leden. En één daarvan is de voorleeskampioen van vorig jaar. En dan nog drie andere mensen, waaronder ik. We zijn met z'n vieren. Een van ons is de voorleeskampioen van vorig jaar, Renske. En de andere drie zijn mijn collega en iemand van Brabant Centrum. Wij gaan als alle voorlezers zijn geweest, gaan we in beraad wie het belangrijkste of wie het leukste heeft voorgelezen. En daarna belichten we alle kandidaten even op het podium. Dus dan geven we wel wat commentaar hoe we het vonden. Maar dat is waarschijnlijk echt de positieve punten belichten we. Nee. Als wij hebben besloten wie er heeft gewonnen, dan gaan we vertellen wat we van alle lezers vonden. En dat is puur en alleen positieve feedback, zoals dat heet. Dus alleen maar positieve geluiden over hoe de kinderen het hebben gedaan. 2-2 is inderdaad lastig, maar dan telt Renske's stem iets minder. Omdat zij vorig jaar de kampioen was. En wij zijn dan met z'n drieën, hebben dan de doorslaggevende stem. Ja, maar dan is Renske de voorleeskampioen van vorig jaar. Haar stem telt dan wat minder mee, omdat zij van de Franciscusschool is in Biesemortel. En misschien wel een beetje partijdig zou kunnen zijn. Dus dan beslissen de andere drie. Nee, we vullen wel een rapport in.
Maar dat is vooral voor onszelf, om daarna te kunnen overleggen wie het beste heeft gedaan. We geven uiteraard wel positieve kritiek achteraf. Janne! Geschreven door Jacques Vriends. Het gaat over een meisje, Akkie, die houdt heel erg van voetballen. Alleen het blijkt dat zij een hele ernstige ziekte, namelijk kanker, heeft. En in die tijd dat zij in het ziekenhuis ligt, gebeurt er allemaal heel veel op school. Soms hele leuke dingen, maar soms ook emotionele of wat minder leuke dingen. Ze zijn zich ook aan het voorbereiden op een slottoernooi. Dat is een voetbalwedstrijd tegen een andere school. Alleen die zal Akkie nooit meemaken omdat ze te ziek is en daarna overlijdt. Ik ga nu een stukje voorlezen dat het oneerlijk spel is met voetballen. Hey, op een Franklin, binnenstormde. Je, Akia, pootje, brulde Joep. Ik hoor je wel, zei Fina. En dat tutje uit Limburg, schel me uit. Ik ken geen tutje uit Limburg, antwoordde je. Joep raasde door. Maar Akia is hartstikke vuil. Echt waar, riep Franklin. Ik gaf een mooi voorzetje naar Joep. En die kon scoren en toen haal ze hem onderuit. Kijk je, riep Joep. Mijn buitenboordbeugel is helemaal verbogen doordat ik op mijn gezicht viel. Allemaal de schuld van die trol. Jevina pakte de beugel vast, boog hem in een goede stap terug en zei: er wordt niet gescholden en ga ook op minder geschreeuwd. Dan moet je tegen Akkie zeggen. Maar jij hebt gebicht. Wat? Biggen, ik big, jij bicht, wij biggen, ik heb gewicht. Oh, dat, zei Joep. Nou, als er eentje bicht, is het Akkie wel. Met dat dikke kont, billen. Buiten klonk het wel. Het is tijd. Noem meteen de nummer 1. En dat is geworden Noah!